Een 50-jarige Rotterdammer is zondagmiddag aangehouden door de politie na een steekincident in een woning aan de Prins Hendrikkade in Rotterdam. De vermeende dader sprak agent op straat aan en vertelde hen dat hij iemand had neergestoken. Aangekomen in de betreffende woning vonden agenten wel bloed, maar geen gewonden. Getuigen zagen de bebloede man weglopen uit een woning. Ziekenhuizen in de omgeving werden ingelicht en gevraagd of daar een man zich had gemeld met steekwonden. Dat bleek zo te zijn. Na een goed uur meldde het slachtoffer zich in een ziekenhuis om behandeling. De dader en het slachtoffer zijn familie van elkaar. De 50-jarige verdachte is aangehouden. In de woning bevond zich ook een vrouw. Zij is overgebracht naar een politiebureau voor een getuigenverklaring.